kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal, oftewel Rotjoch. En vandaag spelen we weer Mindtopia voor jullie op dit kanaal. En ja, vorige episode, gisteren hebben jullie gezien hoe mijn winkel eruit ziet. En die winkel gaat hartstikke goed. En er zijn een paar slimme mensen die goed hebben opgelet, inderdaad. Ik mag niet werken in mijn eigen winkel. Heb ik gisteren stiekem wel gedaan. En een paar mensen die hebben dat gezien. En die hebben gezegd dat het niet mag in mijn video. En heel goed, klopt. Inderdaad, ik kreeg meteen JP natuurlijk, de begeleider van naar me toe. Van, hey Deel, dat mag je niet doen. Dus ik heb een boetetje gekregen voor werken in mijn eigen winkel. Dat mag je natuurlijk niet doen, maar voor degene die hem zoeken. Het is in Cutraxia, dit is de winkel. En hier kan je verschillende soorten kleding kopen. Want als je de leukste van de week, ja, je kan het allemaal draaien. Sommige spelen ermee alsof het een soort speelgoed is. Maar maakt allemaal niet uit. Set van de week is dat en dat soort dingetjes. Ik heb ondertussen mijn burgemeesterkleding aan, want ik ga vandaag weer werken en ik ga weer aan de slag als burgemeester. Ondertussen heb ik ook geen greenscreen, dat zie je. Want er was even iets mis met de belichting en met alles. Dus de greenscreen heb ik even niet aangezet, want het was gewoon even kloten. Dus bij deze heb ik even dit aangedaan. Gewoon mijn normale webcam weer zoals het, zoals vroeger, zeg maar. Maar goed, in ieder geval. Dat is natuurlijk mijn winkeltje. En ik heb meteen opgelicht inderdaad, of verhelderd. Ik mag niet werken in mijn winkel, dus dat doe ik ook zeker niet. Maar vandaag is namelijk een bijzondere dag. Ik ga namelijk een kijkje jullie nemen in mijn nieuwe gemeentehuis. En ik heb een afspraak met Sanne. En Sanne die is een van mijn wethouders. Die doet de werk nu heel goed. Dan moet ik ook meteen even vertellen. Want vorige keer was ik een beetje boos geworden in mijn video. En ging ik vertellen van nou, ik werk nu al een week hier. Ik heb Sanne nog niet gezien. En ze doet het werk niet. En hardababa. Blijkbaar had ze die week vakantie opgenomen bij de vorige burgemeester. En dat was ik helemaal vergeten. En dat was helemaal mijn fout. Dus Sanne die werkt wel heel hard. Want Sanne zit nu als de malle steeds haar aanvraag goed te keuren. Want een van onze andere collega's, zo Sander, is een beetje ziek de laatste tijd. Heeft niet al te veel tijd meer natuurlijk. Die heeft ook heel erg wat inkoop. En Sanne is zo aardig geweest om ook voor zijn werk over te nemen. En ook onder elkaar, elkaars werk over te nemen. Want af en toe doet Sander het ook bij haar. Het gaat heel goed in het wetshuis. We zijn ook lekker snel bezig. En we hebben zelfs een nieuwe persoon aangenomen. Maar als eerst gaan we even kijken nemen hoe het er nu in zijn werking gaat. Want het is nu wel even tijd om te gaan checken hoe het eruit ziet allemaal in het nieuwe wetshuis natuurlijk. Of gemeentekantoor. Geen wetshuis. Ja, hetzelfde. In het nieuwe gemeentekantoor. Dus ik ga er even naartoe. We gaan even kijken hoe we het allemaal gaan regelen. Hoe het er nu uitziet. En ja, we gaan even een rondleiding doen. Want ook haar natuurlijk, ook dus Sanne is er natuurlijk. En ook Sanne gaat natuurlijk haar kantoortje laten zien. Want ja, er komt ook een nieuwe wethouder bij. En we zoeken zelfs nog één extra wethouder. Ik wil er namelijk 4 hebben. Ik heb er nu 2, maar ik wil er 4 hebben. Dan is hier de redshop. De redshop is te koop. Ik wil hem zelf niet houden. Hij moet 3 hoog worden. Dat weet ik. Heel veel mensen zeggen, ja, deel je gebouw moet 3 hoog worden. I know, het zijn mijn eigen wetten. Ik ken ze heus wel. Dus deze ga ik ook weer verkopen. Maar goed, eens even kijken. Als het goed is, zal Sanne... We zouden afspreken binnen. Dus we gaan even binnen met Sanne afspreken. Hey, Sanne! Hey, Dylan! Oh, je bent even in gesprek met DMG De Flow? Ja, hij zocht je, maar ik zei toen van, ja, dat kan net een moment niet. Oh, hij gaat nu alweer weg. Oh, hij ziet me niet, hij ziet me niet! Oh, hij ziet me, shit! Hij zag me niet. Oké, hij gaat zeker vragen, heb je mijn sollicitatie al gezien? Maar goed, in ieder geval. Waarschijnlijk wel. Nou, als eerste ga ik vragen, nou, je hebt natuurlijk al een rondje gelopen in het nieuwe wetshuis en het nieuwe gemeentehuis. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het echt veel mooier dan het vorige. Het is gewoon... Dit is gewoon een simpel halletje in plaats van die enorme ruimte bij het vorige gemeentehuis. En het is allemaal gewoon veel cleaner. Het is allemaal duidelijker dan het vorige gemeentehuis. Ja, en lekker licht, hè? Lekker licht. Ja, het was zo donker. Het was echt donker gewoon. Dat is echt verschrikkelijk, vond ik ook, hoor. Dus dat is het eerste dat ik het wil veranderen. Nou, als eerste, wat wel verkloot is, wat wel het minpunt in dit wetshuis is. We hebben allemaal een beetje FPS stoppen in het wetshuis. Het is gewoon te groot. Klopt. Maar dat komt door Cosmopolitan, dat komt al die grote gebouwen precies naast ons staan. Maar dat geeft niet, want het werkt tenminste. Nou, ik ga eerst snel even kijken in de post, want dat doen we natuurlijk elke... Ik wil namelijk met jou over deze video, want ik wil samen met jou een beetje langs alles gaan, hoe het dus in werking gaat. Want jij bent hier de wethouder en we zoeken een nieuwe wethouder, dus ik denk voor jou een beetje jouw mening laten horen. Wat vind je ervan, hoe doe je het, wat is dan precies je taak op een dag, want ja, wie kan het beter vertellen als jij? Ja, superleuk. Je vindt het leuk. Nou, dat is goed. Dat is het eerste. Je komt aan op je werk. Het eerste wat je dat doet natuurlijk is hier de briefbus checken. Ja, ik heb ook vanochtend, als het goed is, ja, ik heb alle... Hier zit alleen nog eentje in. Ja, oké, even uit. Is nieuw. Heb ik alle brieven al geleegd. En sommige mensen denken dat het een prullenbak is, dus dan vind je echt de raarste dingen erin. Maar ja, het eerste wat ik doe is de brievenbus leeghalen en dan verdeel ik het onder mijn chest en die van Sander. En ook als er een brief voor jou tussen zit, dan doe ik het in jouw chest. Ja. En ja, dan ga ik eigenlijk gelijk de vergunningen of inschrijvingen ga ik gelijk controleren en kijken
allemaal schijven. En de potjes verkopen, want ik ga het even laten zien ook hierboven. Als ik kom binnen, ze staan, daar gaat altijd iemand die aankomt, de wethouder, of soms ben ik het zelf ook. Die checkt beneden in de brievenbussen, dan gaat ze de brieven dus verdelen. Zonder te checken wat er überhaupt in staat een beetje, tenzij het echt op mij gericht is dan wel natuurlijk. Dat zijn natuurlijk de sollicitaties. Dan gaat ze hier naartoe, dan zie je hier namelijk een paar dingetjes waar ze in moeten. Nou, behandel de zaken die we al gedaan hebben. Dat doen zij natuurlijk, de plot aanvragen. Stel je voor iemand een plot kopen, of het nou, dan gaan we niet in iemand anders chest doen. Die worden gewoon hierin gegooid. Mensen leeg, dat betekent dat we alle plots die we hadden aangevraagd al hebben verkocht aan die mensen. Heb je nog meer aanvragen voor bijzondere dingetjes, maar die hebben we niet meer, die zijn allemaal verwerkt. En natuurlijk, zoals wat Sanne zegt, dan gaan ze kijken in de chest. Nou, in mijn eigen chest staan nu 3 boeken. Die heeft Sanne hierin gegooid, zie ik. Plotbewijsfouten moet ik rechtzetten van Eagle Shooter. Dus dat moet ik doen inderdaad. Een aanvraag van kapitein Bram, dat ga ik lezen. En van Apelkop van Cosmopolitan. Dus even kijken. Inderdaad, van Apelkop, ik weet dat alles aangepast inderdaad. Dat soort dingetjes, en dat of allemaal aangepast wordt, dat moet ik ook allemaal gaan regelen. Dan gaan we kijken of Sanne zijn werk gedaan heeft deze... Wat de hel? Wat voor boek gooi ik er nou in dan? Sollicitatie. Oh, de sollicitatie van Eagle Shooter, ook voor mij, dat maakt niet uit. Sander heeft nog 4 boekjes openstaan en Sanne, jij hebt er geen. Nou, lekker Sanne. Lekker bezig. Ja. Ja, ik had vanochtend gewoon veel tijd, dus dacht ik van, hé, dan doe ik dat nou gewoon gelijk even. Nou, gelukkig, gelukkig. Nou, ondertussen heb je hier, zie je bij Sanne ook de vergunningen. Heb je dit wel eens gezien, Sanne? Dat is een nieuwe chest. Ja, daar zitten heel veel boekjes in. Met allemaal gewoon hele tekst erin geschreven, volgens mij, dacht ik, over vergunningen. Ja, 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 want we moeten sinds kort moeten we bouwvergunningen meteen meegeven bij de plot. Nou, eigenlijk hoeft het niet per se, maar ik heb besloten om het wel te doen. Mijn stad is heel vrij. Je mag bouwen wat je zelf wil. In elke ding, zeg maar. Behalve winkels en de flats samen. Dat mag niet meer. Dus dat moet allemaal bij ons aangevraagd worden. Dat doe je meteen bij ons. Dus letterlijk wat gebeurt er voor Sanne koopt plot nummer 80 voor ons. Ja, bij ons. Sanne koopt plot. Admissie inderdaad. Plot 80. Dit doet Sanne. Zijn Sanne dan op voor jou. Voor de speler. Dan krijg je hierbij toelichting. Nou, dan vraag ik Sanne, wat wil je precies hebben op je plot? Geef maar een voorbeeldje. Ik wil een heel mooi huis bouwen. Heel mooi huis. Hoe hoog wil je het huis hebben? 3 hoog. 3 hoog huis. Maar ja, dan vraag ik natuurlijk af, is het natuurlijk van, nou, okay, stel je voor, Sanne heeft het gemaakt aan de buitenkant. Dan mag je dus niet hoger dan 2 hoog, tenzij we er toestemming voor geven. Dat mag via hier, maar we houden dus inderdaad, we beginnen met 3 hoog huis. Als Sanne zegt, nou oké, okay, de plek is mooi voor een 3 hoog huis, niet een beetje in het midden. Dan zegt ze, nou oké, okay, dan mag je 3 hoog huis. Op plot 80, weet je wel. En dan, wat wil je nog meer? Wil je een uithangbord of wil je een hoofd erop laten bouwen? Wat wil je? Ik wil een heel groot zwembad. Oké, okay, zwembad. En dan denk ik Sanne na van, nou, mogen de mensen hier een zwembad bouwen? Ja, dat mag wel. Dus nou, oké, okay, zwembad. Nog iets verder? Nee, dat is het eigenlijk. Dat wel. Is het eigenlijk. Nou, dan gaat Sanne dat doen. Dan zit je geadresseerd. Dus dit doet Sanne. Sanne, plot 80. Stuk is ze bereikbaar. En dan is hier natuurlijk het laatste. En dan signed ze hem. Batsboom. Klaar. Ik hoef het nu voor zo. Dan kan ik zo weggooien. En dan geef ik die aan Sanne mee. En dan gaat Sanne ermee naar het bouwbedrijf. Waardoor ze dus mag, waardoor het bouwbedrijf mag bouwen. Nou, dat doet dus een wethouder. Nou, ondertussen gaan we even kijken nemen in de rest van het gebouw. Want dit is het kleinste gedeelte. Ja, het is trouwens ook wel leuk voor spelers. Hier hebben we een kaart hangen van Cosmopolitan. Heb je die ook al gezien? Ja, dat vind ik echt super handig. Want dan kan je gewoon simpel... Want het is nou best wel groot natuurlijk, Cosmopolitan. En je kan heel makkelijk de weg kwijtraken. Maar ja, door deze kaart gaat het gewoon veel makkelijker. Precies, nou, het is handig de kaart. Je ziet een beetje de woonwijken. Het moet nog geüpdate worden. Dat gaan we morgen even doen. Oh, iemand heeft gedraaid aan de kaart. Even kijken. Fijn. Pats, atse flats. Nou, mooi. Ik ken inderdaad wordt er geüpdate steeds. Elke week ga ik het updaten. Dan zie je wat er nog maar op staat. Maar, Poepelé, hallo, zou ik iets kunnen vragen? Nou, Sanne, misschien kun je me even helpen. Natuurlijk kan je dat vragen. Natuurlijk. Want natuurlijk als wethouder, als je hier wil werken, ben je natuurlijk het aanspreekpunt voor de mensen. En dan ga je mensen helpen. Dat wil je het zijn. Vraag de kosten. Nou, komt eraan. Dan gaat ze kijken inderdaad. Dus inderdaad, ik kan vragen hoeveel een plot kost. Dan gaat ze dan kijken en dan moet ze dus een aanvraag indienen via een boekje beneden. We helpen je niet op de spot zelf. Dat doen we niet. Tenzij we heel veel tijd over hebben, dan helpen we wel. Maar je moet wel een officieel iets aanvragen. Oh, 2,5 yes. miljoen. Ja. Hij had zo'n heel groot plot kopen. Ja, waarschijnlijk zat ook een heel groot gebouw op. Precies. Sorry. Dat hij daarom... damn, ja, dat is echt heel veel geld, ja. Heel even door. Maar in ieder geval, zo helpt Sanne dus iedereen. Nou, dan gaan we weer door. Hatsenflats, kunnen we weer er langs. Nou, yes. Dankjewel als je alles dicht doet. We gaan naar de opslagkamer. Hier komen de wethouders niet. Volgens mij kunnen jullie ook niet komen hier. Nee. Volgens mij alleen Sander. Nou, ik zal je even laten zien, toevallig Sanne. Dus ook eens keer dat Sanne hier komt. Dit is de opslagkamer.
Hier zitten wij allemaal het geld in van de gemeente, al het gemeentegeld. Nou, ik zal het even laten zien. Dit is de gemeentekas. Dit hebben we toevallig gewoon, mag erin kijken hoor, Sanne, ik vertrouw je genoeg. Oh. Dit is het geld dat de gemeente heeft op het moment. Dat is gewoon allemaal 100% verdiensten. Het is eigenlijk 20% die ik mag houden als burgemeester en kan investeren in mezelf of in de stad. Nou, je ziet, ik investeer het liever in de stad. Dit is de 100% inkomsten van Sander. Dan komt hier daarna de 100% van David bij, van de hoofden, bouwbedrijf. Dat komt allemaal nog erbij, dus dat is een opslag. Hier kom je toevallig nooit, maar ik dacht, laat even zien aan Sanne. Ook een keertje leuk voor haar. Dan gaan we weer door. Neem ik mee, Sanne, naar... Nou, neem jij naar de leiding de kantoren, maar. Denk ik. Naar de kantoren. Daar heb je zelf niet heel veel verstand van. Dit is Sanne's stukje, ja. Want Sanne zit hier namelijk als kantoor. Als jij wethouder bent, krijg je er ook zo eentje. Dus daar gaan we. En dan gaan we gewoon lekker de trap op. En dan zie je hier gelijk 4 prachtige kantoren, waaronder deze van Sander is. Maar ja, daar gaan we natuurlijk niet in, want misschien... Misschien is hij bezig. Misschien is hij bezig, of ik weet niet. Nou, dit is dan... Dit is mijn kantoor. Ja. Dit is MTV Cribs, jongens. Oh, yes. dit is mijn armor stand. Met allemaal coole kleding. Ja. Wow. En ja, dan zit ik hier altijd. En als dan mensen bijvoorbeeld vragen hebben op kantoor, dan zitten de mensen aan deze stoel en ik zit dan daar. En dan gaan we gewoon gezellig praten. Ja, vertellen wat er aan de hand is, natuurlijk zaken regelen. Als Sanne een plotje verkoopt, dan gaat het geld in die kist, volgens mij. Die kist, ja. Dus even kijken nemen. Ja, dat natuurlijk. Doen we met het niet in. De week is natuurlijk net voorbij geweest met verkopen. Dus dat is mooi. En dan gaat het natuurlijk leuk feitje is, je mag zelf trouwens je dingen inrichten. Dat is ook bij jou van aangegeven meteen. Yes. De armorstand heb je al ingevuld. Je mag, als je wil, rode banners, posters, weet ik veel, wat jij leuk vindt, mag je erop hangen. Ja. Dus dat is hartstikke mooi. Nou, goed, dus die van Sanne. Nou, er zijn nog 2 over natuurlijk. Dus hier gaat iemand komen. Ik heb al iemand aangenomen. Zijn naam is Eagle Shooter. Die heeft vandaag een sollicitatie ingeleverd van, jawel, 20 pagina's. Jeetje. Supermooi. Correct Nederlands ook. Nou, nog een kantoortje wat open is. Ook een leuk groot ruim. Mooi uitzicht en zo. Op de straat. Dus dat is hartstikke fijn. En dan neem ik jou een keertje mee naar mijn kantoor, Sanne. Oeh, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ja. Ik heb een groot kantoor. Ik dacht van, nou weet je wat, ik wil wel een mooi groot kantoor hebben. Dus dan gaan we even naartoe. En dan kun je kijken hoe het eruit ziet. Ik ben er zelf heel blij mee. We gaan het maar even laten zien. Dit is mijn kantoor. Jezus, Dylan. Dit is echt enorm groot. Ja, ik dacht van, nou, ik wil wel een beetje een mooi kantoor hebben. Want dan kan ik lekker rustig werken. En genieten van het uitzicht natuurlijk. Want nou, dat is een paar dingen. Nou, natuurlijk de stad, de kaart van de stad. Heb ik hier natuurlijk hangen dat ik zelf heel goed altijd kan zien wanneer het is. Natuurlijk de kleur rood, want de kleur rood vind ik het allermooist. Mijn bureau, heel belangrijk. Hier ga ik zorgen natuurlijk dat mijn bureau klopt. En alles, al mijn aanvragen en mijn opslag kan ik natuurlijk hier kwijt. Mooie grote boekenkasten, ziet er altijd mooi uit. Holy moly, ik lag hier echt in deze stad af en toe. Dat geeft niet. En heb ik hier natuurlijk een vergaderkamertje. Als ik een vergadering heb met de wethouders of met iedereen, maar niet aan met wie, kunnen we hier lekker met z'n allen vergaderen. Lekker gezellig. En wat het allermooiste moet nog komen, ik heb een balkon. Oh nee hè, of je nog niet genoeg hebt in je kantoor, er zit nog net geen keuken in. Het is toch vet mooi, hier is het balkon natuurlijk, ja. Ja, let echt omhoog, het ziet er heel mooi uit. Dus ik ben echt tevreden met dat gebouw, wat vind jij? Ja, ik vind het echt super mooi. Super mooi. Echt waar. Nou, gelukkig, want ik wil dat mijn collega's, natuurlijk mijn werknemers, natuurlijk ook heel blij zijn met hun werk. En, want natuurlijk een happy... Eigenlijk een happy werknemer die zorgt ervoor dat hij ook harder werkt. Dat zie je bij het duidelijk. Jullie werken allebei lekker hard. Het gaat goed. We hebben een goede communicatie met z'n allen natuurlijk. En we zoeken dus daar nog 1 extra wethouder. Een sollicitatie kan je invullen beneden in de kisten. In de kist genaamd overig. Daar kan je gewoon een sollicitatie inleveren. En ja, die worden bij mij gedropt. En dan ga ik ze lezen. En dan heb ik nog 1 persoon voor nodig. Want vandaag heb ik dus Eagle Shooter aangenomen. Die vandaag gaat beginnen met zijn werk. Dus dat moet nog allemaal ingewerkt worden. Dat wordt nog een heel gedoe. Dankjewel, Sanne. Alsjeblieft. En ja, dat is eigenlijk hoe het gemeentehuis er op het moment uitziet. Hier is een pinautomaat voor als je moet pinnen voor iets. Het is een heel mooi gemeentehuis. En nou, daar heb je toevallig Eagle Shooter, een nieuwe wethouder. Maar ik ben er heel blij mee. Sanne is er blij mee. Cosmopolitan gaat lekker, voorspoedig. Er komt veel geld binnen in de stad. Meer geld in de stad betekent meer geld ook, te kunnen uitgeven. Het is nu ook best wel druk hoor, voor Cosmopolitan, vind ja, ik dan. Voor een level 3 moet je zijn, de eisen. Mm-hmm. Dat is best wel pittig druk. Het wordt allemaal goed bijgehouden, het gaat allemaal hartstikke goed. Dus in ieder geval mensen, kom lekker naar Cosmopolitan toe. Sanne, ik wil je bedanken voor jouw rondleiding. Ja, geen probleem. Dankjewel. Ik vond het heel leuk. Ik vond het ook heel leuk, dankjewel. Alsjeblieft. Zo, nou, dat was dus Sanne, de wethouder, moet ik zeggen. En ze doet het hartstikke goed, inderdaad. Ik had het begin van de video gezegd toen ze op vakantie was. Als ze het druk had.
dat ik dus inderdaad dacht van, ja, waar blijft Sanne? Nou, het was dus op vakantie, dus ik kan ze moeilijk op de werk komen. Ze is teruggekomen, ze ging meteen aan de slag, ze haalt alles netjes bij. We hebben een heel mooi register houden erbij. En we zoeken dus nog één extra wethouder die gewoon goed zijn werk doet. Belangrijk is dat je gewoon goed kan werken, goed kan nadenken en heel zelfstandig bent. Want ik ben een baas die iedereen heel vrij laat in zijn doen en laten. En ik laat jullie ook zelf keuzes maken. Dus inderdaad, zoals inderdaad met de vergunning om te bouwen, komen ze niet meer naar mij toe. Ik heb gezegd, Sander en Sanne, ik vertrouw erop dat jullie ook gewoon goede beslissingen kunnen maken. Dat jullie inderdaad niet een plot van 10 hoog gaan neerzetten hier aan de buitenwijken van Cosmopolitan, want dat mag helemaal niet. Dus dat gaan we dus niet doen. En daar vertrouw ik hun compleet in. Ik vertrouw hen ook met al het geld, want ze kunnen natuurlijk allemaal plots verkopen en het geld allemaal zelf houden zonder het ooit te melden aan mij natuurlijk. Het kan, doen ze niet, heb ik al het vertrouwen in. Dus inderdaad, gewoon zelfstandige mensen zoek ik hierbij. Alright mensen, in ieder geval. Dit was weer een leuke video, hoop ik voor jullie. Doe lekker zeker even een blauw duimpje achter omhoog als jullie hem ook leuk vonden. Dit was natuurlijk mijn gemeentehuis. Het ziet er hartstikke goed uit. Ik ben echt vet blij, vet trots erop. En dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Doe even een blauw duimpje omhoog. Zie je graag in de volgende video. Later maar tot ziens. En natuurlijk, peace.